Hi, dit is mijn opgemaakte filmpje van de afgelopen tijd. En zoals je ziet heb ik best wel veel opgemaakt, een hele volle glossybox doos. En heb ik het dan weer bewaard en zoveel dat het er niet meer in past. Bijvoorbeeld de Essence My Skin heb ik opgemaakt. Dat is een cleansing gel. En ja, die vond ik heel fijn. Ik zou hem eigenlijk nog wel een keer willen kopen. Dus. Dan had ik deze eigenlijk nog niet op, maar dat is de huidolie van Knijp, pure ontspanning. In de geur lavendel. Alleen ja, die zei ik over de datum, die ook heel lang in de kast staan, dus die kan weg. Had ik ook van de Knijp, van dezelfde lijn, had ik ook de body lotion. En die stond ook nog in mijn kast, dus die is ook niet meer die is ook niet meer goed, dus die mag ook weg. Dan had ik ook nog van diezelfde lijn nog een grote body lotion. En verpakking. En ja, die is ook over de datum, dus die mag ook weg. Nou had ik ook nog, die ook nog over de datum is van Esprit. Die had ik van iemand gekregen. Maar die stond ook nog in de kast. Ja, en ik had er zoveel. En ja, deze was al een keer open geweest, dus die mag ook weg. Die is niet meer goed. Dan had ik nog van Yves Rocher, had ik een body lotion. En dat was met de lila geur. En ja, die is helemaal op. Die vond ik wel heel lekker. Dan had ik nog van, die had ik in de glossy box gehad. De Lush Dream Cream. Voor handen en het lichaam. En ja, die is helemaal op. Die is helemaal leeg. Dus ja, die was heel fijn. Dan had ik nog een badconfetti. Daar zaten hartjes in. Oh, er zit er nog eentje in. Die heb ik ook opgemaakt. Die had ik al een tijdje en ja, die moest ook op. Dan heb ik nog een van Nivea Pure Effect Peel Soft Milde Scrub. En die is ook helemaal leeg zoals je ziet. Dus die was ook heel fijn. Nou had ik nog van de Body Shop had ik nog de Strawberry Body Lotion. En ja, die was ook heel lekker. In voor haar houdt zo lekker zoet. Die is echt ja, heel lekkere geur. Alleen ik vond hem een beetje plakken. Maar verder was hij wel heel fijn. En hij is ook op. En dan had ik nog een. Die zat ook in de glossy box. Van L'Occitane. En dat was de Cherry Blossom. Een bad- en showergel. En zoals je ziet is die ook helemaal op. Die heb ik zowel gebruikt in de douche als, ja, als in bad. Dan had ik nog de van Yves Saint Laurent de mascara. Even kijken hoe heet het ook weer. De Shocking Mascara. En ja, hij is eigenlijk nog niet op. Maar ja, hij begon allemaal te klonteren en zo. En ik vond hem eerst wel fijn, maar nu eigenlijk niet meer. Dus die gaat ook weg. Dan had ik nog van Catrice de Mineral Powder Make-up. En die is ook helemaal leeg. Een spiegeltje erin. Die is ook helemaal leeg. Die heb ik hem opgemaakt. Die heb ik wel heel lang gehad. Maar hij is nou toch uiteindelijk echt helemaal leeg. Dus die kan ook weg. En dan had ik nog van Beyoncé. Beyoncé Pulse, de geurparfum. En zoals je ziet is die ook helemaal leeg. En die is wel heel lekker. Die ga ik nog een keertje kopen. Want die is heel lekker zoet. En daar hou ik wel van. Van zoete geuren. Dus ja. Die is ook op. En als laatste had ik de Lactacid. En ja, dat was gewoon een probeerverpakking. Die heb ik meegenomen op vakantie eigenlijk. En die is ook op. Nou, en deze bakje leeg zoals je ziet. Dat was hem. Nou, toch nog best wel veel opgemaakt. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei!